Schiphol is altijd in beweging. Achter de schermen zijn we hard aan het bouwen aan een beter Schiphol. We vervangen, we verduurzamen en we vernieuwen. Voor maar liefst 6 miljard in de komende 5 jaar. Er staat altijd wel iets van Schiphol in de stijgers. Zo werken we aan honderden projecten. Delen van Schiphol zijn flink verouderd. Daarom pakken we bijvoorbeeld Lounge 1 grondig aan. Dit is het oudste stukje Schiphol. We pakken ook de C-pier aan, die na 60 jaar dienst doen als pier toch echt aan de beurt is om te vervangen. Daarvoor hebben we eerst de A-pier nodig. Die gaat zelf zorgen voor veel meer ruimte en comfort voor passagiers en maakt ook die verbouwing van de C-pier mogelijk. Natuurlijk vergeten we ook de rolpaden niet. Ook is ons winkel- en horecaaanbod niet meer up-to-date. Ook dat gaan we vernieuwen, over heel Schiphol. Buiten gaan we ook aan de slag. Zo zijn de rijbanen en platformen verouderd, die vernieuwen we. En werken we aan de verduurzaming van het materieel en de laadinfrastructuur om het allemaal mogelijk te maken. Het zijn enorme investeringen de komende jaren. Ook investeren we in duizenden collega's die hier werken. Zo hangen we tilhulp op in de bagagehallen. Werken we aan de rustruimtes en het sanitair. En we bouwen een hele nieuwe bagagehal om de renovatie van het andere delen van het bagagesysteem mogelijk te maken. Zo zie je dat er ontzettend veel gebeurt op Schiphol. Dus de volgende keer als je langs een bouwschot loopt, weet dan dat wij hard werken om jouw ervaring beter te maken.